Up. Zo, vandaag even een korte video over voeren in het voorjaar. Het is op dit moment zo'n 10 graden. Het zou vandaag 13, 14 graden worden met een heerlijk zonnetje. Het is half bewolkt en het is 9, 10 graden met best wel een koude wind. Het is eigenlijk een ongeschikte dag om in de bijen te gaan. Maar we moeten verder. We willen niet dat ons volken verhongeren. En ik heb wel wat twijfels bij wat volken dat die voldoende voer hebben. En dan zijn er verschillende opties om bijenvolken te voeren. Het meest voor de hand liggend in het voorjaar is om een pak fondant op te leggen. Die heb je in allerlei soorten, zoals deze 2,5 kilo pakken. Die kun je op je voergat leggen, die je op je dekplank hebt. In mijn geval heb ik gaten gemaakt in een voerbak met een dop. Die dop kan ik eruit halen, daar kan ik dan een pak voer op leggen. En dan heb je eigenlijk twee soorten fondant die je kunt gebruiken. Je kunt een normale fondant gebruiken, dat is gewoon suiker, zoals deze. En je kunt dit soort fondant gebruiken, een fondant met extra stoffen erin. Meestal zijn dat eiwitten, vaak zijn dat ook vitamine of allerlei andere mineralen en zaken die allerlei beweringen doen over dat het goed is voor het bijenvolk. Nou is daar tal van onderzoek naar gedaan en die onderzoeken die zijn wisselend. Hè. Sommige onderzoeken zeggen ja het helpt, andere onderzoeken zeggen ja het helpt, maar het is niet zeker waar dat dan vandaan komt. Is dat dan het suiker in dit product of is het echte toegevoegde stoffen? In ieder geval zeker is dat veel van dit soort middelen, en dit is nog een van de betere, Nectapol, maar veel van dit soort middelen hebben zo weinig eiwitten dat het eigenlijk niet helpt voor het vergroten van het broed. Dan moet je echt andere producten gebruiken zoals Bee Strong of Ultra Bee. Die producten die hebben echt wel veel eiwitgehalte en ook in de juiste verhoudingen om echt te zeggen dat het wat helpt. Dus dat is suiker, dat is fondant. Hè? Dus een fondant kunnen we opleggen. Wanneer doen we dat? Als het volk nog wel voer heeft, maar je wil het iets stimuleren en je wil voorkomen dat ze komende maand te weinig voer hebben. Heeft een volk echt geen voer meer of bijna geen voer meer, dan is dit eigenlijk ongeschikt om te voeren. Dan moet je echt een noodvoedering doen. En een noodvoedering kun je doen door een voerbak, zoals deze. Een voerbak, dit zijn er twee. Die hang je gewoon als een raam naast je bijenvolk. Dus die gebruik je als het ware als een soort sluitblok naast je bijenvolk. Echt direct aan de bijen. Het liefst direct aan het broed. Zodat de bijen dichtbij dat voer kunnen ophalen. Daar doe je redelijk geconcentreerde suiker in. Ik zou op dit moment niet te dun willen voeren. He, want het is een noodvoedering, dus daar doe je gewoon 3-op-2 of 2-op-1 suikerwater in. En wat drijvers erin of wat takken, dat ze er weer makkelijk in en uit kunnen. En je geeft al een klein beetje suiker over het raampje heen. Je knoeit een beetje over het raampje heen, dat ze de weg er naartoe snel vinden. Maar dat ze ook direct wat hebben, want het is een noodvoedering. En ja, dan kun je eigenlijk, ik zou kleine hoeveelheden voeden, 2 liter, 3 liter, kijken hoe ze het opnemen. En dat dan weer 1 of 2 keer herhalen totdat er voldoende voer is. Nou, ik was aan het vertellen over de voerbak. Die voerbak hang je dus dicht tegen de bijen aan. De bijen moeten als het ware hiernaast zitten en hier makkelijk overheen lopen. Dit is overigens het gat. Meestal heeft zo'n ding openingen die weer onder de raampjesniveau zitten, zodat die bijen er nog makkelijker in lopen. En die doe je dan 2-3 liter in. Dat is dan meestal 1 kilo of 3-4 om te voeren. En dat zou ik dan 1 of 2 keer herhalen als dat nodig is. De derde en misschien wel de beste mogelijkheid om te voeren in het voorjaar
is om voerramen in te hangen. Voerramen van andere volken die meer dan voldoende hebben. Of voerramen die je nog op voorraad hebt. Of een voerraam van een volk dat overleden is. Als je weet waar het dan overleden is, helaas vaak de Veroa, dan is het geen enkel probleem om zo'n voerraam over te hangen in zo'n volk. Die kun je gewoon hergebruiken. Ook die hang je dan weer dicht tegen het volk aan. En de koningin broedt dan als het ware dat voer in. Dus dat zijn de drie manieren om een bijenvolk te voeren.